Jezus. Je denkt elke keer, nou. Komt ie, ja. En dan gaat hij rijden. Jezus. Goed teken. Ja, ja. In de net. Hoppatee. Camera, wat dingen in de plaats zetten? Daar een wetsling bij. Ja. Gaan we maar even liggen. Kijk eens even. Hoppata. Eerste vis van de sessie. Nog voor de tosti. Mooi begin, man. Echt een mooi begin deze sessie. We zijn vanmorgen vroeg aangekomen. Het zal het zijn 12 uur. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Allebei een mooie vis te pakken. Hopelijk wordt het alleen maar beter. Gaan we terugzetten. Hoor eens even. Ik wil niet omhoog. Hoppa! Hoppa! Kijk eens. Ook even die mooie kleine. Hij heeft een knik, zeg. Zo. Heerlijk toch? Derde vis, ja, lekker. Ja, we gaan hem even gauw weghangen. Want er liggen ondertussen vier hengels op de kant. Dat is echt een gekke huis. Ook brazens hoor, dat eerlijk gezegd. Maar dat mag de pret niet drukken. Controleurs. Zo, het resultaat van de derde drill. Mooie ogen. Mooi goud. Adios.
Zwaar het toch, hè, Den? Nou, de eerste drie dagen hebben we aan de overkant eigenlijk gezeten van dit meer. En eigenlijk de eerste bij aankomst was het best wel koud, maar de dagen daarna werd het warmer en warmer. Zelfs de wind was warm. En het viel ons op dat aan de overkant vissen aan het springen waren de hele tijd. Dat is ook de plek waar ik vanmorgen eigenlijk die mooie spiegel had te pakken met de pen. En we zijn nou verhuisd. En deze hengel ligt eigenlijk nog, Tot zijn? 5 minuten. 5 minuten. En ik zie Dennis ineens staan met zijn hengel, zijn pieper ging niet eens op. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Hij zegt, wat denk jij? Dus. Dat dus. Op die andere stek bij aankomst hadden we eigenlijk vrij snel 3 vissen te pakken. Maar terwijl het weekend vanwege het lekkere weer echt een Franse invasie interview, de vangst helemaal stil. Helemaal klaar. Nou, toen een dag en een nacht niks eigenlijk. En toen weer heel vrij snel 3 vissen en het was eigenlijk gewoon over. Ja, dan kun je wel blijven gaan zitten wachten. Maar ik ben blij dat we verkast zijn. In ieder geval weer vis. Tenminste, hij is nog niet binnen natuurlijk. Het is een kleine vis, maar heel dik. En ik hou wel van dik. Oh, op hoor Ben. Ja, oh, mooi man. Ja, hij is echt... Hij is heel kort, maar hij is echt... Het is een waggelbuikje. Kort en dik Ben. Ik ga er net een kilo bollen verspreid in. Volg het lijntje. kijk dan, hij gooit zich helemaal leeg. Zwemblaas leeg. Bijna. Ja. Hoppatee. Lekker. Medicpacking? Ja, dat is zo'n bult ook. Oh, ja. Misschien een gebroken rib heet. Gebroken gaap. Vuist aan de overkant. Nou, we gooien de hengel in en gewoon een kilo bolus bij. Komt terug in de ringel. Nou, 14 kilo. Lekker dik. Ja, pens. Dan gaan we nou de hengel gereed maken en dan. Mooi gedaan, Dennis. Mooi gedaan. Ja, Benny in actie. Nou, wat is het? Goed een halve later? Nou, hij legt weer 10 minuten in. Zelfde hengel, ook thuis als voering. Rietstengels bleven heen en weer gaan, belletjes. De vis ligt daar. Ja, ik kom vlak voor je neus. Schuppie. Scup? Nou. Ja, scup. Altijd leuk. Komt heel weinig voor hier. Zeg eens ie. Wow. Studio VisTV met Marco Krauw. Kikje dit. Dan een vondje vangen. Oh, dit is sterk. Dan wordt die grijze. Ha. Prachtig. Kikje dit. Nou, goed, een kwartier later na die van Dennis. Zelfde stek. Hij zei het al dat.
tijdens het bijvoeren tot die de rietstengels gewoon ja, zag bewegen. Nou, dat was deze, waarschijnlijk deze donder. Niet groot, maar zo'n wijs. Ik vind hem zelf heel mooi. Mooie oranje aars vind ik ook. Staart. Zijn schubben zijn een beetje oranje aan de onderkant. Ik zit nog helemaal onder de parasiet. En dan gaan we gauw weer terugzetten door naar de volgende. We blijven toch wel vuil zijn. Nou, vergeet helemaal weer te filmen met poseren. Ik moet even iets verder gaan zitten, anders kom ik niet helemaal op. Je een foto maken, zo niet. Ja, heel goed. Met de camera ook, ken gewoon toch foto's, of niet? Dat weet ik niet. Mooi man. Nice mate. Cheers. Net in discussie met Dennis over wie de tosti's gaat maken en waar. Vooral waar. Nou, net even een uurtje, half uurtje geprobeerd met penvissen, maar alleen maar brazen gezien. We zitten net te discussiëren ook van wat we gaan doen, want we hebben een mooie vis gevangen vannacht. Hoe zwaar was het weer doen? 18-2 voor jou, Ben. 18-2. Nou, hengel weer voor je kantje. Je hebt er nog stil geweest. En hij zegt net van ik ga dadelijk mijn hengel helemaal die kant op gooien. Of tenminste varen dan, laat ik het zo zeggen. Met jouw boot. Nou, verhaal ook weer. Maar dat vertellen we dadelijk wel. En zie daar een kromme hengel. Op. Nee. Wat hebben we hier? Ook weer zo'n bult aan de zijkant. Mooie grote schub op de rug. Vis van net. Net over de 10 kilo. Soms staat weer op het hoekje en de vis is er weer. Ik ga hem lekker terugzetten. Hij is te dik om te zwemmen. Ja, hij is echt helemaal vol. Ja, dat is wel dik, hè? Oh. Nou, Dennis ging het gisteravond ook nog even proberen op dat verboden watertje. Dan vind je nog een mooie ja, halve rij bij wijze van. Mooie vis. En vannacht vingen we nog een, wat was hij nou, 18-2? 18-2 voor Benno. 18-2 kilo vis. Dan hebben we maar van één kant een fotootje gemaakt, want ja, zijn rechterborstvin die was op twee plaatsen gebroken. En ik ja, durfde het niet aan om hem daar op te laten rusten, om hem om te draaien voor een foto. Nee. Nou, vandaag is alweer de laatste dag van de 5 dagen. Dennis is de dag net begonnen weer met een mooie kleine spiegel, maar helemaal vol. Ja, dat is een beetje wennen voor ons, want we gaan al voor de 2e, 3e jaar op rij rond deze tijd naar dit water. En normaal is alles koud en kaal en dor.
En nu zitten we eigenlijk al 3 dagen lekker te bakken in de zon, alles is groen. Ja, en die vissen die neigen al een beetje naar de pijn, dus dat gaat heel snel, ja, heel snel gebeuren dus. Ja, zonde van die vissen, van die voorvin, vannacht pas. Ja. Het is niet anders. We zullen daar even kijken, een hoekje weer. Ook 2 vissen erbij met een gekke, ja, gekke rare bult aan de zijkant. Dat heb ik me wel eens laten vertellen tot dat komt door een gebroken ribben. Dus ja, de mensen zijn... Je merkt ook dat het de laatste jaren dan drukker wordt hier. Maar ja, er zit nou eenmaal mooie vis op. Maar ja, daarbij komt ook kijken tot de mensen dan steeds slechter omgaan met die beesten. Dat is dan wel zonde. Nou, jij nog wat? Ja, het is gewoon nog steeds een paar jaar achterlopen. Ja. Ja. Nou ja, lekker Engels gaan doen zo. Juist. En scheiden. Bloedbak, heel zwaar. Bloedbak? Ja. Ga ik? Prik je door het niet heen. Niet om draai je hoofd. Kom op. Yes! Ga, weer een zwaar van den hoor. Woe. Zo! Kijk je terug. Kijk je gek. Nou, dan worden foto's in het water, jongen. Lekker warm, joh. Thank you! Nou, gaan we weer. Ja. Ja, we hebben afgelopen nacht even ons helemaal gesloopt. Ja, dat is echt een van de beste, betere sessies uit ons leven geweest, denk ik. Ik weet het. Wat een week zeg. Dennis die had een als zwaarste in? 22-4. Ik had daarvoor 20-4. 19 kilo, 18 kilo, 17 kilo, 16 kilo. Het bleef maar komen vannacht. Nou, de hele week was op zich al leuk, maar vannacht was... Ja, het was gewoon bizar. Bijna niet geslapen. Dus nu lekker brak. Gezondheid. Dus nu lekker brak naast. En dan
weer verder met ons dagelijks leven. Nou, ja, heerlijk. 13 kilo. Hè? Ja, heerlijk. 14 kilo. Gaat goed. Lekker. Dat was ons.